Thalita Muissen moest haar uitgesproken mening ooit bekopen met haar baantje bij op 1, maar collega Jort Kelder kan vrijelijk zijn mening spuien. Ditmaal komt hij in het FD met een lijstje van 10 domme plannen die uw stem niet verdienen. En ook Frans Timmermans wordt beschuldigd van stupiditeiten die geen rood vinkje verdienen. De plannen van Frans gaan volgens Jort echt veel te ver. Is het rancune of gebrekkige rekenvaardigheid? Wie zoals GLPVDA jaarlijks tot 5% van het ondernemingsvermogen af wil pakken, sloopt het fundament onder onze welvaartsstaat, winstgevende bedrijven, zegt hij in zijn betoog. Hij vindt ook dat de partij doordraaft als het om huurregulering gaat. Bouw en versterk desnoods de sociale huursector, maar bespaar de commerciële huur, het smeermiddel van de woningmarkt, starre regels die alleen de welwonende klasse helpen. De plannen om van Ketikoti een vrije dag te maken vindt hij ook onzalig. Kan links een nationale feestdag eisen voor een verleden waarbij driekwart van het volk niets voelt? Woke willekeur, want waarom dan niet Pinksteren of een van de vijf andere christelijke feestdagen ingeruild voor het suikerfeest? En privéjets? Die moeten gewoon kunnen blijven vliegen, besluit Jort. Ze veroorzaken slechts 3% van de luchtvaartuitstoot en zullen als eerste decarboniseren.